Nadat RGB-minister Diana Pocky positief testte op het COVID-19-virus, zijn intussen 7 andere bewindslieden met wie zij in nauw contact geweest is in thuisquarantaine geplaatst. President Chandrika Prasad Santokhi is negatief getest op COVID-19. Vice-president Ronnie Brunswijk, die ook in nauw contact is geweest met de minister, is niet getest, maar vertoont vooralsnog geen symptomen. Komende donderdag wordt de testprocedure van de mensen met wie minister Pocky in nauw contact geweest is afgesloten. De vergadering van de Nationale Assemblée die gepland stond voor morgen is verschoven naar een nader te bepalen datum. De mogelijkheid om digitaal de vergadering van de Raad van Ministers van morgen te beleggen wordt bekeken. President Chandrika Prasad Santokhi gaf gisteren in zijn tv-toespraak nog aan dat de situatie in ons land met betrekking tot COVID-19 stabiel is. Maar wij blijven alles monitoren, zei hij. Het staatshoofd gaat verder aan dat de integrale aanpak van de COVID-19-pandemie thans haar vruchten afwerpt. Wij zien dat de dalende trend qua besmettingen zich blijft voortzetten. Ook bezettingsgraad in de ziekenhuizen en op de intensive care blijven dalen, zegt de president. Wij weten dat de maatregelen als onsmakelijk en beperkend worden ervaren, echter kunnen wij niet anders, benadrukt het staatshoofd. We zullen dit moeten doen om de samenleving te beschermen. De maatregelen worden steeds in goed overleg getroffen. Dit is vooralsnog het nieuwe normaal. We hebben de afgelopen periode gezien dat de protocollen goed worden toegepast. De controle op de naleving zal intensief worden voortgezet. Hierbij doen we een beroep op de samenleving en het bedrijfsleven om deze protocollen op de juiste manier te blijven volgen. Blijft u zich aan de regels houden. Het COVID-19 Quick Response Team is inmiddels actief en treedt waar nodig handhavend op. Schroomt u niet om te bellen naar het Quick Response Team op het nummer 105 indien u een overtreding van de regels constateert. Sociale controle is van eminent belang. Tot nog toe is geen enkel onderneming in de positie gekomen om direct te sluiten. Waar nodig, zal er wel aanmaning gegeven worden. Ik benadruk, dames en heren, dat er niet geschroomd zal worden om tot sluiting over te gaan indien daartoe aanleiding is. President Santokhi maakte verder bekend dat wij te kampen hebben met uitbraken in Apura, Yarikaba en Kwamalasamutu. Hij gaf aan dat door kordaat optreden van de overheid de situatie daar inmiddels onder controle is. Op deze plekken zijn tijdig en adequate isolatie- en quarantainemaatregelen getroffen. Desalniettemin blijft de situatie daar met bijzondere aandacht gemonitord. Uit voorzorg is de afgelopen week 1 school tijdelijk gesloten. De bescherming van onze kinderen geniet bijzondere prioriteit. In dit verband worden scholen intensief gemonitord en zal indien dit noodzakelijk is direct tot actie worden overgegaan. Landgenoten, ik condoleer mede namens de regering elke burger die een naaste heeft verloren aan COVID-19. We zijn ervan bewust dat de COVID-19-pandemie ontwrichting brengt in de samenleving. Maatschappelijk, maar ook sociaal-economisch. Wij werken hard aan het inzetten van de nodige middelen die verlichtend kunnen werken. Steun wordt gegeven waar dat nodig is en doelmatig is. Vooralsnog wordt die steun gegeven in de vorm van pakketten. Maar we zullen spoedig overgaan naar een systeem waarin de burger meer keuzevrijheid heeft. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij heeft gisteren in zijn televisietoespraak aangegeven dat de COVID-situatie in het land stabiel is. Echter zullen de COVID-preventiemaatregelen niet worden versoepeld.